Het is de hoogste tijd om onszelf een potje te gaan verheugen. 12 mei aanstaande vrijdag is het zover. Dan komt de nieuwe Zelda uit. The Legend of Zelda Tears of a Kingdom. Dit keer is het wel Tears. Ja, nu is het geen Tears. Tears of the Kingdom. Dat is bijna goed. Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. De game komt uit. We hebben hem allemaal nog niet gespeeld. We zijn ook niet naar de preview parties geweest. En dat soort dingen. We willen gewoon de game van A tot Z lekker thuis ontspannen kunnen spelen. Dus de review in progress die krijg je na het weekend. En dan komen er uiteindelijk ook nog een keer, net als bij Elden Ring, op terug als iedereen hem echt helemaal heeft uitgewoond. Maar Zelda is wel een hele speciale game. En we hebben daar in het verleden ooit eens een keertje een item over gemaakt met Steven. Steven is een van de grote Zelda-fans. En volgens mij staat er nog misschien Kevin bij. Zelda-games scoren altijd een 9 of hoger. Er zit nooit een rotte appel tussen. Ja. En dat in deze tijd waarbij er soms meer... Is er een rotte appel? Er zijn wel meerdere rotte appels. Ja, de Zelda-franchise. Ja, absoluut. Oh. Die echt tot op de dag van vandaag ontkend worden zelfs nog door Nintendo. Mm-hmm. Maar dat zijn wel de CDI spin-offs, Philips zelf heeft ontwikkeld. Ja, oké. Toch een klein smetje. Ja. Ja, weet je wat het mooie... Wat ik zat over na te denken. Ik zag mijn naam bij dit item staan. Ja. En ik ben helemaal niet per definitie nou een Zelda-gamer. Behalve... Nou, oh, jongen. Wat het is dat ik ben zeker een RPG-gamer. Mm-hmm. En weet je, ik had bijvoorbeeld toen op de allereerste PlayStation speelde ik... ik weet niet of je nog Wild Arms kent. Dat soort RPG's. En... dat soort games staan of vallen bij de rijkheid van de wereld. En helemaal, weet je, in het begin van die... Weet je, dat je een beetje die wat grotere games kreeg... toen echt die RPG's begonnen te ontstaan. Mm-hmm. Het was natuurlijk allemaal top-down en alles was heel erg abstract. Dus het moet heel erg goed voelen. Het moet een bepaalde feel hebben. En je moet een rijke dialoog hebben. Dus als je met iedereen praat... dan moet je bij iedereen een soort ander verhaaltje krijgen. En het gevoel hebben dat het een rijke wereld is. En dan was Nintendo was gewoon de beste daarin. Die waren gewoon heer en meester in dat ontwikkelen. Ik ben eigenlijk pas ingestapt bij Breath of the Wild. Dus ik ben ook een late to the party. Dat is echt een laadbloeien. Dat is wel een laadbloeien. Omdat ik eigenlijk altijd zei van ja, maar die kiddie shit, dat trek ik niet. En ik kan me niks meer voorstellen. En iedereen, Steve en jij, iedereen praat ermee. Probeer het nou gewoon. Maar het is niet per se kiddie nee, ook. Nee, exact. Dus ik kom ook absoluut terug op op mijn woorden. En het is inderdaad, het is het avontuur, die wereld. Het doet op een of andere manier wat met je. Maar Kous, ik denk dat jij van de drie, want ik bedoel, Kevin is er op dit moment niet. Steven had ook wat dat betreft eventjes geen tijd. Dus we gaan het even met z'n drie doen. Maar jij bent ook iemand die heel veel Zelda heeft gespeeld. Ja, zeker. Maar ook bij mij is het pas echt later gekomen dat het echt ging klikken. Mm-hmm. Want vroeger, ik kon hem al spelen op de NES bij neef, maar veel te moeilijk destijds nog. Ja. Ik heb een Link to the Past gehad. Trouwens nog steeds. Ook die was ik net te jong voor. Het begon pas echt te klikken bij mij ten tijde van de GameCube. Mm-hmm. En toen kwam The Wind Waker uit. Wat in eerste instantie best wel een grote teleurstelling voor veel mensen was. Want 2002? Je had de Space World 2000 tech demo. Mm-hmm. En die zou laten zien wat de GameCube allemaal aankon qua techniek. En dan zagen we een hele realistisch ogende Zelda of Link en Ganon die met elkaar aan het vechten waren. En iedereen verheugde zich daarop. En toen kregen we in één keer The Wind Waker. En dat zag eruit als een fucking cartoon. Als een Disney cartoon. Wel echt een fantastische game. Dus de allereerste die ik heb uitgespeeld. Mm-hmm. En sinds ik deze heb gespeeld, sindsdien ben ik wel redelijk hoekt aan Zelda. Ik vind het wel grappig, want ik heb dit juist... Ik had het ook met The Wind Waker, maar dit is volgens mij... Ik dacht dat deze beelden ook van de remake zijn voor de Wii of de Wii U. Ja, als die 16:9 is, is dit van de Wii U. Daarom inderdaad. En dat is... ik heb die versie gespeeld en dat... ik vond het zo rijk aanvoelen. En vooral zo ontzettend... zoveel vibe heeft het, weet je. En dat is het... Ik weet niet wat het is, maar dat is gewoon echt een Nintendo-ding, weet je. Het kleurenpalet wat ze gebruiken, de manier waarop personages tot leven komen. Iedereen is een soort stereotype en toch ook weer niet of zo. Wat je ziet ook gewoon, dit steltje, wat destijds op het begin, vooral bij de reveal, dat het werd afgefikt. Ja. Dit heeft veel beter dan destijds doorstaan, weet je. Ja. Hierna is nog Twilight Princess uitgekomen. Skyward Sword, die een klein beetje ertussenin gaat zitten qua graphics. Ja. Dit ziet er vandaag de dag nog steeds prima uit. Ja. Het is een pad. Hij is wel een beetje van, ook wel van stijl gewisseld, hè. Ik bedoel,
de Breath of the Wild en Tears of the Kingdom hebben weer een hele andere stijl. Ja. Dat is altijd wel een dingetje geweest. Ik kan me elke keer herinneren, als er dan weer een andere stijl kwam, dan had je de helft die vond het helemaal vet en de andere helft zei, ja, ik bedoel, weet je wel, bedoel, steek Nintendo in de fik, dit kan helemaal niet. Ja. En, dat geeft ook wel aan dat heel veel mensen, ik heb het idee dat Nintendo weet gewoon, zoveel Zelda's hebben we ooit verkocht en zoveel Zelda gaan we elke keer verkopen. Al die mensen, er zijn niet zoveel mensen die Zelda spelen en dan zeggen, ik hoef het nooit meer te spelen. Nee, maar het is ook gewoon omdat die game uiteindelijk goed is. En je moet even wennen aan de stijl, weet je. En dan heb je iets nieuws. Vaak bij met een nieuwe console komt een nieuwe stijl. En ook bij die, want ik vind namelijk ook, hoe heet het, Breath of the Wild. Daar kwam een tech demo voor de Switch uit. Nou, die heb ik nog op de E3 gespeeld. Dat is echt zeker, ik denk 2 jaar voordat de Switch zelf uitkwam. Mm-hmm. En toen zag je ook totaal iets anders. Hij zou voor de Wii U oorspronkelijk. Ja, precies, ja, inderdaad. Ja, 2017 is die uitgekomen, Breath of the Wild. Ongelooflijk. Ja, zo'n 5 jaar geleden. Dus, zo lang zijn ze bezig met die games. Ja. Maar goed, dan daar zag je ook al aan. Soort van, mensen hadden een soort andere verwachtingen. Toen hij uiteindelijk uitkwam, hadden ze ook zoiets van, ja, ik weet niet of dit nou helemaal is wat we verwacht hadden. Mm-hmm. En dan uiteindelijk doet die game het hartstikke goed. Waarom? Omdat mensen het gewoon toch wel gaan spelen. En gewoon zien dat die wereld net zo rijk is. En dat verhaal net zo meeslepend is. En gewoon, het is gewoon een Zelda game. Het heeft gewoon dezelfde kwaliteit. Ja, ik moet je zeggen, vooral deze Breath of the Wild. Die heeft me wel echt volledig weggeblazen. Ten opzichte van de voorgaande games. Is het veel groter qua opzet. Maar vooral, En dat is wat me heeft gegrepen, de vrijheid. De vrijheid. Omdat ze een open wereld ding deden. Ja, maar gewoon echt waarmee je gewoon deze wereld, weet je wordt erin gedropt. En natuurlijk, het is de klassieke, je wordt wakker, je hebt geen idee wat er is gebeurd en wie je bent en wat er allemaal aan de hand is. En je komt in die wereld, ga maar op onderzoek, weet je. Hier heb je de hele fucking wereld, zie je helemaal daarachterin. Daar kan je naartoe lopen als je wil. Je kan meteen naar de eindbaas, mocht je dat willen. Het zal wel heel lastig zijn, maar het kan allemaal. En dat is, ze hebben iets nieuws hiermee gedaan. Zeker ten opzichte van de wat kleinschalige games die hiervoor zijn verschenen. Maar behoudt wel echt de kern van letterlijk de allereerste Legend of Zelda ook. Weet je, die begin je gewoon. En dat was totaal niet lineair. Je kon er ook overal naartoe gaan. En Miyamoto's filosofie wat betreft design was op dat moment ook gewoon, nee, laat mensen maar uitzoeken. Laat mensen maar met elkaar praten over wat ze hebben ontdekt. Mm-hmm. En waar en hoe je dat dan vervolgens moet gaan uitspelen. En ja, dat werkt hier net zo. En ik vind dat zo tof. Dat maakt het wel best wel lastig. Omdat op het moment dat je het wat meer lineair doet, dan heb je als developer wat meer grip om de zaak te sturen. En nu gaat iemand, je weet gewoon niet wat mensen doen. Iedereen gaat een andere route en toch wil je een soort van verhaal vertellen. Ik vind dat wel knap. Ik moet wel zeggen dat ik er echt aan moest wennen. Omdat ik ben dan toch meer de Ubisoft open wereld gewend. Waarbij je ook wel kan rondlopen, maar wel duidelijk is, oké, hier moet je echt niet komen. Want dan word je hartstikke doodgemaakt. En dat je eigenlijk wel redelijk een verhaal wordt opgestuurd. Ja. Soms zat ik ook echt een uur te dwalen. Dat ik dacht van, fuck man, vertel me alsjeblieft. Omdat je in het begin van die game wordt je echt aan je lot overgelaten. Je wordt echt aan je lot overgelaten. Ja. Is dat dan ook juist de aantrekkingskracht? Dat je echt denkt, fuck man, ik deze wereld, het is zo. Ja, het is ontdekken. Het is avonturieren. En je weet niet wat er te wachten staat. Je gaat ontdekken. En dat is wat die hele game naar je schreeuwt. En dat is wat het zo sterk maakt voor mij persoonlijk. En dat is ook wat ik zo geweldig vond aan Elden Ring. Elden Ring en Breath of the Wild hebben heel veel dingen met elkaar gemeen. Ja, zeker. Hoe komt het dat Nintendo er altijd in slaagt om een beetje van de, met Zelda, van de platgetreden paden te blijven? Dus hè, de open wereld, daar kom je al heel gauw tot bepaalde aspecten. Of het nou torentjes zijn waar je in moet klingen, zodat je weer een nieuw stuk ziet, tot bepaalde type vijanden, bepaalde type eindbazen. Er zit altijd zoveel fantasie en wonderlijke dingen aan. Ik vind dat echt een hele goede vraag. Omdat vooral nu zie je dat al die uitgevers soort van risico vermijden. Die zijn de hele tijd soort van, weet je, succesvolle concepten aan het kopiëren, totdat het echt niet meer werkt. Ja. En Nintendo doet dat niet. En die hebben gewoon zoiets van, oké, een nieuwe Zelda, wat gaan we doen? En dan lijkt het net alsof er een soort van creatief team volledig de vrijheid krijgt om de structuur van een verhaal te bouwen. En dan halen ze de writers bij en dan wordt het uitgediept en weet ik wat. Dat komt op een bepaalde manier tot stand, wat ertoe leidt dat die game steeds
anders zijn binnen een bepaald soort frame wat herkenbaar is. En ik vind dat echt ontzettend knap. Want ik kan eerlijk gezegd geen voorbeelden herinneren, of voor de geest halen, waar dat op die manier gebeurt. Misschien GTA. Omdat GTA ook binnen een bepaalde stramien steeds een iets nieuws doet. Maar wel herkenbaar is als GTA-game. Ja, het is ontzettend zeldzaam. En het is ook gewoon omdat, denk ik, Nintendo weet dat een goede Zelda-game gewoon 20 tot 50 miljoen stuks verkoopt. Ja, dat maakt het de investering waard. Ja, nou, en wat ik gewoon heel tof vind is ook dat ze gewoon qua gameplay proberen ze toch iedere keer echt iets nieuws te doen, weet je wel. Vervolgens, we hebben die ene natuurlijk gehad, Twilight Princess, waar we nu de beelden van zien. Waarbij je die parallele dimensie hebt, waarbij je in een wolf op een gegeven moment ook verandert. Waardoor de hele gameplay ook weer op de schop gaat. Nu vooral bij Breath of the Wild vind ik dus de vrijheid. Maar vooral ook hoe de physics werken in die game. Want die game legt je niks uit. Maar het gaat gewoon puur om logica. Er zijn zoveel dingen die je kan verzamelen en kan combineren met elkaar. En niemand legt het je uit. Maar het past en het werkt zo intuïtief in die wereld dat het ook niet uitgelegd hoeft te worden. Het is nogmaals gewoon ontdekken, proberen en je ziet vanzelf wel. Ja, ik moet je zeggen dat bij deze, ik vond het een wat mindere Zelda. Hier had ik problemen met de graphics bijvoorbeeld. En dat was gewoon ook omdat veel van de designkeuzes gewoon ontzettend abstract zijn. En daar kom je alleen doorheen als je echt heel veel liefde voor die serie hebt. Mm-hmm. En bij mij, wat ik al zei, dat is pas gegroeid. Dat is eigenlijk pas bij de remake van The Wind Waker gebeurd. Dat ik echt dit begon te voelen. Ik weet nog dat ik met voor dat blaadje waar we voor schreven een heel ding had. Dat ik die stomme grijze wolf. Soort van, ik snap niet als mensen dat leuk vinden. Waarom ze dan niet... Want dan is Dead or Alive Extreme Beach Volleyball is 100 keer vetter. Weet je, dat was een beetje mijn ding. Wat natuurlijk nergens op slaat. Maar het heeft ook een soort... Het heeft een soort visuele stijl. Het lijkt wel een soort arthouse af en toe. Het is gewoon niet voor iedereen. Maar is het ook zo dat omdat Nintendo altijd de minst krachtige console heeft? Niet altijd. Ik bedoel, Nintendo 64 was juist echt zijn tijd ver vooruit. Oké. En daar kwam ook Zelda op uit. Nee, die zag fantastisch uit. Daar heb je gelijk. Maar de laatste jaren wel. En dat is, als je kijkt naar bijvoorbeeld de heel veel open wereld games van de EA's en de Ubisoft en dat soort dingen, dan zijn ze altijd heel erg bezig met die moeten super gedetailleerd en groot en rijk en dit soort dingen. En daar gaat heel veel tijd in zitten. Er gaat ontzettend veel tijd zitten in die open wereld aankleden. Terwijl Nintendo dat op een andere manier aanpakt, waarvoor ik het gevoel heb dat zij als development team meer tijd over hebben om na te denken over wat kan ik met gameplay doen? Hoe kan ik dit avontuur, hoe kan ik dingen verzinnen wat ontzettend leuk is om te doen? Ik weet niet of het leuk is om te doen. Kijk, wat een beetje de structuur is van al die verhalen, dat is die, zoals je het noemt, de Hero's Journey. Mm-hmm. En dat is, weet je, het oudste verhaal wat is vastgelegd. Dat is de Epic of Gilgamesh. En het stamt vanuit een volk die heette de Sumeriërs. Die hadden iets van die kleitabletten. En dat is echt letterlijk de oudste geschriften die we hebben. En daarin wordt dat al eigenlijk, daarin wordt een voorbeeld gegeven van een hero's journey. Mm-hmm. Weet je, de Odyssee, weet je, uit de Griekse mythe en sagen. Vaak de, is het ook dan een vrouw die kwijt is en de man erachteraan gaat. Dat kan, liefde kan een rol spelen, maar het is eigenlijk een iemand die uit zijn, die krijgt een soort call to action, weet je, die moet een soort quest ondergaan. Hij transformeert tijdens die quest en uiteindelijk keert hij terug naar huis als een ander mens. Ja. En heeft zichzelf opnieuw uitgevonden gedurende die reis. En die reis kan kort duren, die reis kan lang duren, maar dat is de hero's journey. Dus je krijgt je wordt geroepen om op die quest te gaan. Daarin ga je je demonen te lijf.
Die moet je onder ogen zien te komen. Je verslaat ze. En vervolgens ben je getransformeerd als mens. Het is ook een soort levensles die erin zit. Maar als je kijkt naar alle grote verhalen. Weet je, Star Wars is dat. Weet je, Star Wars is exact die hero's journey. Luke Skywalker, weet je, zijn ouders of zijn pleegouders worden vermoord. En hij krijgt de mogelijkheid om, weet je, piloot te worden. De sterren in te gaan. Wraak te nemen. Hij transformeert letterlijk en figuurlijk. Weet je, hij krijgt die nep hand. Krijgt hij dan in deel 2 in Empire Strikes Back. En dat is ook die transformatie die uiteindelijk toe leidt dat hij zichzelf onder ogen komt, wie zijn vader is, wie hij zelf is, dat hij de dark side in zich heeft. En dat is die, en dan keert hij weer terug. Dat is dan de hero's journey. En dat is hier bij die Zelda games is dat ook steeds weer het geval. Weet je, je ziet Link die eigenlijk een quest tegemoet gaat. Hij moet zichzelf opnieuw uitvinden. Er zitten altijd een soort donkere kanten aan een verhaal. Hij moet iets doen. Het lijkt onmogelijk. Hij moet zijn demonen moet hij te lijf gaan. En dat ziet er steeds anders uit. Maar het is eigenlijk steeds dezelfde formule. Is Nintendo's kracht is ook altijd die main characters om daar eigenlijk al meteen iconen van te maken. Laat een plaatje zien van Mario en over de hele wereld weet iedereen dat het Mario is. Laat een plaatje zien van Link en iedereen weet dat Link, of Zelda, ik haal ze ook wel eens door elkaar, maar in ieder geval dat het die game die is. Die kan je niet door elkaar halen. Nee, dat snap ik, maar ik vind dat nog steeds een van de grootste vraagstukken. Waarom dit niet The Legend of Link heet in plaats van heel vaak spelen. Heel simpel, Miyamoto die had gewoon letterlijk in zijn hoofd van deze game moet The Legend of gaan heten en hij kwam er maar niet op hoe dat moest gaan heten. En op een gegeven moment zei een van zijn collega's Zelda, dat was ook een naam van een of andere koninklijke ergens. En die zei, ja, dat is een mooie naam. Dus dat noemen we gewoon Zelda. En het draait altijd om het redden van de prinses natuurlijk. Yeah. Wat we ook kennen van Super Mario Brothers bijvoorbeeld. Nou, The Legend of Zelda. En Link heet Link, omdat hij letterlijk de link moet zijn tussen de speler en de game en de wereld. Ja. Maar dat, exact, dat, precies, dat zijn zo van, dat hij er zo over nadenkt. Ik bedoel, dat vind ik altijd zo bewonderingswaardig. Maar waarom bij Nintendo is dat? Eigenlijk is dat heel logisch. Het is ook raar dat niet alle game designers op die manier hun concepten benaderen. Weet je, ik bedoel, veel verhalen die je hebt bij videogames zijn gewoon veel te oppervlakkig. Ja. Het is niet dat de Zelda games nou zo diep zijn. Ze zijn gewoon goed. Weet je, ik bedoel, wat ik al zei, het originele Star Wars verhaal is ook niet extreem diep. Nee. Maar het is een goed verhaal, omdat het is een hero's journey verhaal. En een hero's journey verhaal, dat resoneert gewoon. Dat zit in ons DNA. Ik weet niet wat dat is, maar dat is al, het is zo oud. Het is gewoon het verhaal, weet je. Ook de Griekse mythen en sagen, maar ook heel veel sprookjes, weet je. De sprookjes van Grimm, ik weet of je dat vroeger gelezen hebt. Ja. Maar dat ook vaak dat, weet je. De confrontatie met je angst als metafoor, of eigenlijk de demonen als metafoor voor je eigen angst die je moet zien te overwinnen. Dat is hoe de mens groeit. Daarom zijn die verhalen altijd zo belangrijk en inspirerend, omdat we daar zelf van groeien, als je dat meemaakt. En het voedt ons echt. Dus daarom zijn die verhalen zo belangrijk. Het is wel knap dat, waar je naar, als je kijkt naar andere langlopende franchises, dat gewoon Nintendo erin slaagt om, of het nou Mario is, of Metroid, of Link, om met een aantal en die houden ze ook gewoon jaar in, jaar uit, decennia lang, gewoon populair, fris. Elke keer vinden ze hem weer opnieuw uit. Dat zie ik heel vaak het probleem bij andere partijen, dat ze op een gegeven moment zijn ze klaar met het karakter. Ja, wat moet ik er nou nog meer mee doen? Want ja, hij kan slaan, hij kan hakken, en dit is zijn temperament. Hij is natuurlijk altijd een beetje cranky. En nou, omdat je veel bij deze Nintendo games natuurlijk, jij bent dat karakter. En het zijn bijna allemaal silent protagonists. En wat wil zeggen, die zeggen niet zoveel. Nee. En dat geeft je zo ook als gameontwikkelaar gewoon meer vrijheid. Want inderdaad, bij wie ze dat niet meer hebben gedaan, waar dat dus nu hopeloos de mist in gaat, is de Master Chief bij Halo. Ja. Halo 1 was bijna een silent protagonist. Weet je, wel wat one-liners, maar echt, jij was de Master Chief en hij zei zo min mogelijk zodat alles direct binnenkomt. Daarna zijn ze heel cinematisch met hem aan de slag gegaan. Veel met dialogue lines. Ja, en op een gegeven moment heb je alles wel een beetje gehad wat je met de Master Chief kan zeggen en doen. En dan wordt het gewoon een kwestie van herhaling. Terwijl het hier je eigen ervaring is. Of zo'n character gaat kleuren. Dat doen ook tegenwoordig steeds meer developers. Dat ze hun
hun character kleur laten bekennen in wat het dan ook zeiden met een moreel oordeel of een gedrag. Maar dat is juist wat er zo kut aan is. Nee, maar dat bedoel ik, van, dan, ja. Dan ga je of je vindt het heel vet omdat het jouw oordeel omvat of je gaat het haten. En ik denk, kijk, je kan zeggen van oké, die Zelda games, ik weet niet man, het is niet mijn ding, maar niemand haat. Nee, maar omdat je als je dat doet, haat je jezelf. En het is inderdaad slim. Zeggen, het is een onbeschreven blad. Ja. Maar het grappige is dat game designers vandaag de dag geneigd zijn om een soort van krankzinnige character creation tool te creëren. Waarin je alles kunt instellen, inclusief de maat van je lul, bij wijze van spreken. En waarom? Omdat je dan... Niet bij wijze van spreken hoor, dat kan. Dat doen ze letterlijk inderdaad, ja. En waarom? Zodat je maar zoveel mogelijk... rapport heb met zo'n personage. Weet je? Zodat je je echt kunt vereenzelvigen. Terwijl de manier waarop het werkelijk werkt, is de manier waarop Nintendo het doet met Link. Link is inderdaad dat onbeschrijven silent protagonist personage, wat gewoon heel makkelijk te adopteren is als een extensie van jezelf. Super simpel. Hij is klein, hij is kwetsbaar, maar hij is ook dapper en sterk. Maar hij, klaar. Maar hij zal ook niks zeggen waar je niet mee eens bent. Nee. Precies wat je zelf al zegt. Op een gegeven moment, heel veel karakters, ja, op een gegeven moment gaan ze kleur bekennen en alles wordt al voor ze bepaald. En dan denk jij als game, maar dat zou ik helemaal niet zeggen. Nee, dat zou ik helemaal niet doen. En dan begint er die disconnect te ontstaan. Ja. Nee, dus we gaan Link niet zien zoenen met een ander mannelijk personage met paars haar en vervolgens ik denk, dat zichzelf identificeert als een vrouw. Exact, ze blijven al, maar wat het dan ook is, ze blijven daarvan weg. Omdat er niets... Ja, er valt natuurlijk wel, tenminste, dat denken die andere bedrijven dan, iets mee te winnen. Maar zij hebben zoiets van, maar ons gaat het om dat iedereen, ongeacht wie je bent, moet plezier hebben met onze games. Dus dat betekent van, laat mensen dat dan zelf maar invullen. Ik bedoel, praat zelf bij die games, weet je wel. Hij doet het niet voor je, ga zelf maar gewoon een beetje meelopen lullen. Dan wordt het jouw Link. Ja. En de Link van iemand anders wordt weer wat anders. Eén ding, en dan gaan we het even hebben, heel kort hebben over Tears of a Kingdom. Die komt natuurlijk bijna uit. En ja, het is een beetje een... Als je dan kritisch of angstig moet zijn over de release. Hè, we hebben natuurlijk best wel veel games gehad die tegenvallen, is natuurlijk een beetje het verhaal van, dit is eigenlijk, was dit bedoeld als DLC of was een onderdeel van de game en dat, ja goed, weet je wel, het gaat niet helemaal een volwaardig nieuw deel zijn. Nintendo, dat is raar, toch? Ja, ja, Nintendo is er ook niet helemaal bullshit duidelijk over geweest. Ja, maar dat is echt bullshit. Ja? Ik geloof daar helemaal niet in. En de reden dat mensen dat zeggen, is omdat het dezelfde engine is en daardoor ook dezelfde look heeft. Ja. Maar ik bedoel, als je alleen al ziet hoe groot de opzet is van Breath of the Wild en hoeveel ze hebben geïnvesteerd in de wereld om al die elementen binnen die wereld met elkaar te laten werken. Waar ze nu dus weer 5 stappen vooruit zetten met allerlei, allerlei dingen die je met elkaar kunt combineren om voertuigen te maken. Je kan ermee vliegen, boten maken. Het inspireert je, het triggert je om daarmee te experimenteren. En ze bouwen gewoon verder op wat ze daarop hadden. En het feit dat ze dus die game al in 2017 hebben uitgebracht. Ja. In dezelfde engine nu doorgaan. Met hetzelfde concept in dezelfde wereld ook. En daar 5 jaar lang aan hebben gewerkt. Mm-hmm. Ik maak me echt geen enkele zorgen over dat het niet als een volledige game gaat aanvoelen. Is het ook is het de prijzen voor van Nintendo... Als jij zo'n populaire titel maakt. Hè? Bij Nintendo is het helemaal zo dat volgens mij 1 op de 3, 1 op de 2 Switch-bezitters had Zelda. Weet je wel? Dat is ongekend. Dat haalt een PlayStation Xbox game haalt dat gewoon no fucking way. Zij hadden heel makkelijk kunnen zeggen, na 2 jaar, bam, nieuwe DLC, volledige game, weet je wel. Iedereen had gezegd, oh wat maar vet. Maar zo zouden bij Ubisoft en EA zijn gegaan. Ja. Maar dat is gewoon, Nintendo doet dat gewoon niet. Nintendo heeft gewoon die lat heel hoog liggen bij al hun games. En zeker bij hun belangrijkste franchises. Maar waarom lukt het hen wel dan blijkbaar? Of dus die spreadsheet mafia daar is gelijkgestemd. En dus ook gamerhard. Of de mensen die het bepalen, de Miyamoto's. En er zijn ongetwijfeld nog een aantal andere gasten. Die hebben zoveel macht daar dat zij kunnen bepalen van, jongens, jullie gaan het straks verkopen. Maar wij maken het. Ah, het is af. Gaat maar verkopen. Nou, dat, maar sorry, want dit heeft zakelijk, is heel interessant. De directie van Nintendo is ook dat is ook de raad van bestuur. Dat zijn ook de eigenaren van het bedrijf. Mm-hmm. Dus zij kunnen het zich verantwoorden of veroorloven op te zeggen van, nou, de aankomende 5 jaar komt er geen nieuwe Zelda uit. Terwijl
elke andere uitgever, die hebben een aandeelhoudersvergadering. Er moet er nu een komen. En inderdaad, wat gaan jullie dit jaar doen? Wat wordt de topper dit jaar? Bla, zeur, 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 zeik, zeik, zeik. En alleen de allerbeste, meest succesvolle bedrijven zijn in staat om die boot af te houden. En ook niet voor altijd. En Nintendo, gelukkig wel. Ik wou net zeggen, want Nintendo doet wat Microsoft nalaat bijvoorbeeld. Maar ook wat Disney vroeger ook deed. Die waren gewoon ontzettend beschermend ten opzichte van alle IP's die ze natuurlijk hebben. Extreme. Ze weten, dit is een bread and butter. Dit is oneindig kan dit door blijven gaan als de kwaliteit er maar is. Ja. En je ziet dan ook gewoon Metroid Prime, wat dus een geweldige fucking game is, die je overal hoog scoort, waar fans al jaren op wachten. 15 jaar inmiddels op een nieuw deel. Dan komt er een deeltje 4. Hij is niet goed genoeg. Ja. We schrappen de hele ontwikkeling en we beginnen opnieuw. We gaan niet uitbrengen wat er nu is, want dat is niet goed genoeg. Ja. En als we dat twee keer doen, dan is die franchise gewoon dood. Zoals je met Halo ziet. Ja. Halo heeft gewoon 2-3 kut releases gehad. Ja, niemand is meer enthousiast voor Halo. Terwijl dat vroeger de fucking vaandeldrager van de Xbox was. Hebben ze makkelijk lullen omdat ze het meest winstgevende zijn van alle partijen? Of dat zijn ze altijd geweest. Dit hebben ze wel altijd gedaan. Ja. Maar dat is niet met mazzel. Oorzaak en gevolg. Ja, precies. Goed. 12 mei, vrijdag. Dat wordt voor een aantal presentatoren wordt het een heel rustig weekend. Althans, geen buitenuitstapjes, maar echt spelen, spelen, spelen. Volgende week dus de review in progress. En dan ergens daarna gaan we het nog een keer over hebben als we die hele game hebben uitgewoond. The Legend of Zelda Tears of a Kingdom. Tires of the Kingdom. 12 mei is het zover. Kan iedereen ermee aan de slag.